De Chinese ambassade zal van 9 november tot 24 november voor de derde keer het Chinese filmfestival organiseren in Suriname. Het festival wordt wederom in TBL Cinemas gehouden. Volgens Luc Wan, ambassadeur van China in Suriname, is het doel van dit festival de Chinese cultuur te belichten en ook de vorderingen in de ontwikkeling in China aan te geven. Volgens de ambassadeur is dit een jaarlijks terugkerend evenement dat de verstandhouding tussen de twee landen versterkt. Volgens Kwan houdt bijna een ieder van films. Een film van een land van onze eigen land, ver weg. En although hier is een Chinese community, maar er is een andere bigger story happening in China. We have been making a great progress in our development, and also we have our unique culture of Chinese unique culture. We hope that people enjoy and learn and share experience of watching Chinese films. So you are most welcome to go. Ambassadeur Kwan zegt verder dat de organisatie dit jaar zorgvuldig de 7 beste films heeft uitgekozen. De twee eerste festivals zijn goed ontvangen door het publiek, dus volgens hem gaat niemand teleurgesteld zijn in deze. So that they cover all areas, almost all areas about China. And the genre is about drama, fantasy, especially some of the about history, about youth, Chinese modern life. So I think it's very worth going to see and enjoy. Louis Kwan, ambassadeur van China in Suriname. Hij sprak vanmiddag over het derde Chinees filmfestival. Die wordt gehouden in TBL Cinemas van 9 tot en met 24 november.